Goeiedag dames en heren, ik ben van Garnetjoep. In deze video gaan we weer wat nieuws doen. We gaan de kast achter mij gaan we isoleren. We gaan de grond updaten. Ik neem u mee in deze video hoe we dat precies gaan aanpakken. Als je dan van plan bent om een kastvloer te isoleren, die dit bovenop de betegeling te doen. Het kan een handige tip wezen om onder de tegels worteldoek aan te brengen. Vervolgens veeg je de hele kast schoon om resten en scheuren van je doek voor en na het leggen te voorkomen. Dit kan prima met een tuinbezem. Dan is het moment daar dat de isolatiemateriaal erbij gepakt kan worden. Wij gebruiken hier een laminaat ondervloertje. Dat heeft als voordeel dat het luchtig is, ademend, licht in gewicht en een zilveren bovenkant heeft. Doordat het een isolerende werking heeft, zowel voor huiskamer als voor kassen, met als doelstelling dat het warmte vasthoudt. Omdat mijn plantenkast op een half zon, half schaduwachtige plek staat, is het isoleren van de kast van groot belang om meerdere exotische soorten te kunnen kweken. Bovendien zorgt deze folie er ook voor dat vocht in de grond wordt voorkomen. Deze folie voorkomt dus een hoop condens op je ramen. Als je deze rol niet zou neerleggen en gewoon op de kale betegeling zou kweken, heb je kans heel veel vocht in de kast te hebben. Te veel vocht in de kast kan zorgen voor schimmelende vruchten en rottend fruit. Deze ondervloer die voorkomt dat namelijk een hele hoop. Maar dat niet alleen, ze voorkomt nog veel meer. Het zorgt ervoor dat de kaal buiten blijft, dat het water dicht blijft en dat onkruiden en insecten worden afgeweerd. Dit is vooral belangrijk tijdens het kweken. Ratten en muizen bijvoorbeeld, die zullen maar altijd graag tussen je isolatiemateriaal willen nestelen. Vandaar dat we alles goed strak vastleggen. Met als grootste belang dat het warmte vasthoudt. Door de zilveren toplaag zorgt het ervoor dat licht naar boven wordt gekaatst, waardoor meer licht opbrengst van onderaf van de planten. Waardoor de planten onderaf ook meer vruchten uiteindelijk kunnen werpen. Doordat je de isolatie gaat aanbrengen, zorg je ervoor dat je kast warmer blijft. Waardoor je zeker een maand eerder je planten kan kweken dan de volle grond. En dat je zeker 2 maanden langer kan uitrekken om de planten goed uit te laten rijpen. Dat betekent in het kort dat je een maandje vervroegt en 2 maanden verlengt. Dit draagt dan ook bij aan de vruchtzetting en de oogstproductie. Deze isolerende isolatierol is namelijk 1 meter breed, 10 meter lang. De plantenkast die we aan het aankleden zijn op dit moment is 3 meter breed, 1,50 diep, 2 meter hoog. En omdat dit een polytunnelkast is, is het moeilijker te isoleren dan een polycarbonaatplatenkast met aluminium frame. Beide bieden dezelfde functie. Deze isolatietechniek is ook prima toe te passen in andere soort kassen. Wij zijn nu zelf bezig de polytunnelkast aan het isoleren. Dat is een kast die bestaat uit PE-folie met geweven mesh er doorheen en aluminium buizen. Dit is dan ook een van de goedkoopste oplossingen van groente- en fruitkweken. En omdat deze isolatierollen eigenlijk vanaf 10 meter verkrijgbaar zijn, is het ideaal geschikt om een kast mee aan te kleden. Deze isolatiemateriaal heeft aan de onderkant isolatiefoam, dat houdt in dat het luchtig en licht gewicht is. De bovenkant is zilver, dat zorgt ervoor dat warmte naar boven wordt gestuurd. Doordat de temperatuur warmer blijft in de plantenkast door middel van deze isolatiemateriaal, dat scheelt aan het einde van het jaar ontzettend veel. Dat zorgt ervoor dat je je gewassen goed kan laten uitrijpen alvorens te oogsten. Bovendien is warmte in een plantenkast ook van groot belang als het gaat om stekken en zeilingen. Het grootste voordeel van deze isolatiemateriaal is dat het buigbaar is en makkelijk te bewerken is met een schaar of stellimes. Deze isolatiemateriaal die zorgt er in de wintermaanden voor dat je minder kou hebt in de kast, waardoor vorst en zo in de grond wordt voorkomen. Ook is het waterdicht, dus het zorgt er ook voor dat vorst en water niet je kast in kunnen komen. Dat betekent dat in een goed geïsoleerde plantenkast dat u zelf de baas bent welke klimaat u wilt creëren. Als je de vloer aan het isoleren bent, houdt dat in dat je al vaak in potten en kuipen wil gaan kweken. Wilt u in de volle grond kweken, dan zijn er hele andere technieken en mogelijkheden om de kast toch nog een beetje te isoleren. Het belangrijkste vind ik zelf is dat het seizoen vervroegt, waardoor in de lente het sneller warmer wordt in de kast. En het seizoen verlengt, waardoor het einde in het jaar droger blijft in de kast dan de buitenomgeving, omdat in de herfst in Nederland heel veel regen valt. Deze kast helpt daartegen te beschermen. Nu is het mogelijk dat er via de onderkant van de kast water in de kast kan komen. Nu, door deze isolatiemateriaal toe te passen, voorkom je ook waterschade in de kast.
Deze isolatiemateriaal heeft namelijk een waterafwerende werking. Wat het weer prima geschikt maakt om in schuren, garages, berging, maar ook in de kassen toe te passen. Als je dan uiteindelijk het isolatiemateriaal zo hebt geplaatst als je wilt hebben, kun je uiteindelijk denken aan een toplaag. Wij zelf gebruiken als toplaag een zilveren bouwzeil. Ook de kleur zilver is weer van groot belang voor de lichtopbrengst van de planten. Wat zeker bijdraagt aan een hogere oogstpercentage. De bouwzeil is zo ontworpen dat hij groot genoeg is, stevig genoeg is voor onze doeleinden en de kleur zit ook nog eens mee. Bovendien zitten aan de hoeken en uiteinden zitten aluminium ringen waar je hem prima mee kan bevestigen aan de kas. Deze zilveren bouwzeil draagt ook bij aan een warmere omgeving, maar maakt het ook waterdicht. Door deze twee lagen aan te brengen in de plantenkas weer je een hele hoop problemen van je af. Wat tenslotte ten goede komt voor je planten. Door de aluminium ringen die aan de bouwzeil zitten kun je makkelijk bevestigen met tijrips, winddraad of gewoon een simpel touwtje. Dat zorgt ervoor dat tijdens het klussen in je kast dat doek niet wegschuift. Het belangrijkste vind ik zelf is dat de bouwzeil makkelijk te bewerken is met een schaar. Nou, dames en heren, dit is de kast die wij hebben geïsoleerd. Ik zal het even binnen laten zien. We hebben hier een kast met een opening. Gaan we voorzichtig in de kast. Zo. Nou, dames en heren, hier heb ik achter mij mijn stoeltje. Ik heb een krukje. Ik heb mijn plantenbakken. We hebben de vloer goed geïsoleerd. We hebben de vloer aangelegd met de juiste informatie en tips. Vindt u het een leuke video? Eventjes een duimpje omhoog, eventjes abonneren op mijn kanaal om zo up-to-date te blijven van mijn nieuwste video's. Vergeet daarbij niet rechtsonder in beeld op het notificatiebelletje te drukken, zodat je ook daadwerkelijk meldingen krijgt van mijn nieuwste video's. Dit was het isoleren van deze plantenkas. En dit is hoe wij het doen. Nu kunt u het zelf thuis ook gaan proberen. Nou mensen, ik wens u voor de rest een hele fijne en succesvolle dag toe. En adios amigos, peace. Keep on growing.